koffie brandt. Hoi. Er ligt nog wat. Daar zo. Er ligt nog wat. Donne. Daar. Goed zo. Zet hierop. Dit is echt vies. Ah. Oh shit, dat was snel ijzel klaar. Hoppa. Lekker. How to bak de perfecte tosti. Die is echt heel goed en zo. Duimpje omhoog. Duimpje. Afgelopen woensdag was hier een man naast mijn dorp, zeg maar, die zichzelf in de brand had gestoken. Heb jij het artikel gelezen? Ja, ik heb waarschijnlijk. Wie leest er nou mijn artikel van RTW Drenthe? Waar ik dus woon. Ja, niemand. Alleen Drenthenaren. Muzzelkanaal. Breaking news. Mag jullie mogen meelezen. Muzzelkanaal. Een man heeft zichzelf gisteravond in brand gestoken in Muzzelkanaal. Nou, kan ik jou één ding uitleggen. Hier heb je mijn dorp. Daar woon ik ergens in de buurt. Als jij door gaat kijken, heb je hier vlak daarnaast. Daar ligt Muzzelkanaal. En dat is nog echt. Dat kijk. Hier heb je zeg maar. Dit is nog mijn dorp. Dat is Muzzelkanaal. Dit is nog mijn dorp. Dat is nog mijn dorp. Dat is Muzzelkanaal. Dat betekent dus dat iemand hier, die vlak bij mij woont, zichzelf in de brand heeft gestoken. Waarom zou je jezelf in brand steken? Het slachtoffer is naar het brandwondencentrum in Groningen gebracht. De politie meldde in eerste instantie dat de man was overleden, maar dat blijkt niet het geval. Waarom de man zichzelf in brand stak is niet bekend. De buurtbewoners en andere betrokkenen krijgen slachtofferhulp. Wat ik gehoord heb, is dat die man zichzelf in brand heeft gestoken omdat zijn vriendin het uitgemaakt had. Mijn tosti is nog niet op. Oh, ik heb ineens een geweldig idee. Ik heb een geweldig idee. Als ik ooit een vriendin krijg en mijn vriendin maakt het uit, stop ik mezelf gewoon tussen de tosti-ijzer. Bij deze heb ik jullie weer wat nieuws gebracht wat er rond mij gebeurt. Er gebeurt veel. Er gebeurt, weet je wel. Als jij wil weten wat er een beetje rondom mijn huis gebeurt, ga even gewoon RTW Drenthe downloaden. Dan krijg je heel veel nieuws van Drenthe. En Drenthe is echt een heel mooi. Drenthe is echt het lelijkste. Ik woon echt veel liever in Limburg ofzo. Limburg heeft een veel mooier landschap dan Drenthe. Maar ja, misschien is er wel iemand in Limburg die denkt van hé, ik wil in Drenthe wonen. Ik ga veel liever naar Limburg ofzo, weet ik veel. Het liefst gewoon buitenland. Nederland is niks aan. Nederland is maar een beetje saai, kaal en koud en... Heb ik jullie weer een beetje bij kunnen brengen wat vandaag bij mij nieuws gebeurd is? Afgelopen woensdag, maar maakt niet uit. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond jij het weer tof. Druk er meteen even op het blauwe duimpje omhoog. Hoop ik jou weer te zien bij een nieuwe video hier op mijn kanaal de volgende keer weer. En ik zeg één ding, en dat is altijd dezelfde, namelijk dikke vette. Mazzel. Joe, ik zie je de volgende keer weer, hè? Ja, ik zie jou de volgende keer weer bij een nieuwe video hier maken dan de volgende keer. Jij bent er. Ik vertrouw op jou, jij bent er. Hey. Mazzel.